je mij horen? Ja, ik denk dat je opneemt. Dat is de status. Ik denk het. Nou, hallo. vanuit Nederland. Het hagelt en het sneeuwt hier. Hier bij ons is er geen sneeuw. Voor de rest weet ik niet zo goed hoe, wie of wat wij nog moeten doen vandaag. Dat weet ik ook niet. Dankjewel. Voilà. Teacher. Dank u. Dat is mijn papa. Ik weet niet. Ik denk dat we muziek gaan spelen ook. Ik dacht dat wij gaan wandelen. En dan ga jij dingen vertellen over jezelf en over Gent. En ik ook een beetje. We kunnen bijvoorbeeld tijdens onze wandeling een gezamenlijke kijken wat we samen een gedachte kunnen vormen. En daar een liedje te maken. Ja, dus we kunnen ook niet echt voorbereiden dan. Hi! Hey. Hier? Ja. Ik kom open doen. Het zou wel echt super cool zijn, moesten we ook muziek kunnen maken met geluiden van, of samples of zo, van de plaats waar we zijn. Of... Ken jij veel muzikanten in Gent? Relatief. Maar zelf wat ook stel je ervoor dat ze bij die mensen op zoek gaan en we bellen aan en we vragen, kunnen we muziekinstrumenten van je lenen? En dat we als een soort tocht door de stad allerlei instrumenten gaan verzamelen. En uiteindelijk hebben we dan instrumenten van vrienden, van mensen die je kent. Weet je, daar gaan we het mee doen. Wat het ook is. Dat is een heel cool concept. Zullen we vertrekken? Waar gaan we heen? Naar beneden. Bij een goede vriendin van mij. Kotgenote Margot van Gijssel. Ik heb haar een gitaar gegeven die ik zelf gekregen had van iemand anders. En nu ga ik eens kijken of ze die goed verzorgd heeft. Of ze goed heeft en goed geoefend. Ja. Nee. Merci. Veel plezier ermee. Zou het nog regenen vandaag? Nee, van nu af aan schijnt de zon. Hoe heet dit plein? Het van Duizen. Prudence van Duizen. Oké, ja. Doe nog eens. Hij was een letterkundige archivaris. Later werd hij een plein. Met een boom, een boom, een boom, een boom op een plein. Prudence. Prudence van Duizen, Prudence van Duizen, Prudence van... Kun jij goed alleen zijn? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik, zeker nu met die lockdown, en dat heb ik zoveel meer in de stad dan als ik bij mijn ouders thuis ben, ja. Eerder naar het platteland toe, dat als ik niks te doen heb en ik heb geen reden om mijn kamer uit te komen, dat ik dat niet doe. En dan voel ik me wel echt heel eenzaam. Duizen. Ik merk wel dat nu met wat er nu gebeurt, dat je door de omstandigheden steeds minder mensen tegenkomt. Dat er een soort drempel komt. Ook bijvoorbeeld dit. Wat bedoel je? Ja, een soort weerstand. Iets wat ik tot voor kort helemaal automatisch had gedaan. Is er een soort kluis in mij wakker geworden. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Dat je niet meer zo goed weet hoe... Dat je moet gedragen bij andere mensen. Ja, en dat je ook het liever de deur dicht houdt. Dat is niet goed, dat moet je niet doen. Je moet er wel weerstand aan bieden. Ik zoek iets, maar ik vind het niet. Ah, hier is het. Het Lam Gods? Ja. Mooi, hè? Zeker. Het schaap heeft geen gezicht. Het is een... Het is te moeilijk. Abstractie, ja. Moeilijk, hè? Van Hek nadoen met ja. Die vind ik altijd zo lijken op Tom York. Van Radiohead. Radiohead. Hier beneden. Is het een Chinese restaurant?
Doris, de vrouw van mijn zoon, die werkte daar heel lang. En toen ze gingen trouwen, hadden we hier het feest. Mm. Toen heb ik nog gezwommen in de leien. Met dronken hoofd. Je hebt wel geen benen. Nee, dat klopt, heb ik ook niet. Oké. Je wordt altijd aangeshopt. Maar je moet nog een beetje meer naar links, Erik. Dan sta je echt onder... Nee, andere links. Mijn links. Ja, nu een beetje te veel. Een beetje terug. Ja, ja, is perfect. En nu je allermooiste lach. En nu je allerdroevigste gezicht. Het zijn er veel te veel. De zon is... Kom je in de nachtwinkel ook? Maar niet in deze. Er is er een dichter bij mijn kot. In Nederland heb je heel weinig nachtwinkels. Blijft alles daar dan langer open? Nee. Je moet gewoon op tijd die boodschappen doen, anders ben je te laat. En dit is de kinkjesar. Oh, dit is de kinkjesar. Hey, dag mensen. Ah, hoi, hoi. Ja. Hij komt instrumenten halen. Ja, wat je kan missen voor een dag of misschien een dag en een half. Ik heb hier een hele hoop. Oh, mooi. Dit is echt mooi. Dank je wel. Ja? Alrighty. Doe maar alles in elkaar. Ja. Jij wil geen neus? Nee. Ik vind het niet zo lekker. Oh. Daar zou ik ook heel graag voor willen. Ja, dat is mooi zeg. Mooi hè? Hoeveel zou dat zijn? Klein miljoen? Daar heb je het niet voor hoor. Nee? Nee. Ik denk 4 miljoen. 4 miljoen? Oh. Hoeveel albums moet je dan verkopen? Oef. Denk je? These Days? Ja. Kan niet meer. Inkomsten zijn nu alleen maar via Spotify. Hm. Vroeger kon er wel hoor, in de 80 jaren. Heb ik nu juist een droom? Ja, je hebt echt al mijn dromen aan die gelegd. Ah, ik breek wel gewoon een ruit. Maar het is toch genoeg als je van je muziek kan leven? Dat is toch fantastisch? Waarom heb je nou veel geld nodig? Ik kan ervan leven. Als ik opsta, vind ik het ongelooflijk dat ik niks anders hoef te doen dan dit. Dat is de grootste rijkdom die er bestaat. Kijk, en hier hebben ze meerkoeten een nest gemaakt. Oh, zie je? Oh. Een kleintje. Oh. Er zit nog een ei in. Oh nee, mama. Het is miskraam, het is baby's. Haal me eruit. Haal me eruit. Nee, ook dit moet je kunnen, schat. Kom op. Kijk, hier kunnen we even zitten. Ik zat te denken, oh. Ik had een idee, als we nu met onze telefoons, allebei, eerst percussie opnemen en die laten we afspelen en dan gaan we naar doorheen spelen. Oké. Okay. Is dat een plan? Ik vind het best een goed idee. Oké. Okay. Betekent meskerum, heeft dat een betekenis? Ja, het betekent september, een nieuw begin. September? Ja. Dan noemen we het liedje September. Maar er staat al. Ja, natuurlijk bestaat het al. Over het ei wat er nog in ligt. Ik vind ei een heel mooi woord. Ja. Ei. Wie ben jij? Ei. Voor af te studeren. Over het thema. Wie ben jij? Zomaar. Allee, we gaan weer verder. De karavaan trekt voort. Dat is wat nu zoiets aan Gent. You love it or you hate it. Maar als je op stap zit, kom je iedereen tegen. Altijd. Ik vind het wel makkelijk. Altijd heel veel mensen beginnen over zichzelf. En dan hoef je alleen maar ja te zeggen. Voor sommige mensen is dat ook gewoon het enigste wat ze precies nodig hebben in een gesprek. Ja, dat iemand even naar ze luistert. Ja. Mevrouw, echt?
Ik ken die daar, die persoon. Met het muntje. Hoi. Hier, die ken ik. Misschien moet jij mij de volgende keer rondleiden. Ja. Ja. Dag Mieke. Dag Mieke. Hi. Dag Erik. Hallo. Ben jij het ei? Ja, ik kan het ei zijn. Jij mag ook het ei zijn als je dat wilt. Ik vind jou het ei. Okay. Ei, 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 wie ben jij? Erik, en dit doe jij? Ik wacht op mooie zomerdagen en warme zonnestralen. Mooi. Nee, mooie lentedagen, want eigenlijk komen we uit in de lente, toch? Ik wacht op de lente. En dan ik wacht op een teken. Op het ideale moment. Het ideaal moment. Ik wacht op een teken dat ik herken. Thank you.
wie ben jij? Take my body, feast on my limbs, swallow me whole. Take my body, but leave my soul. Tell my story, tell my tale to all. Can't hear my muffled cry. To all that lives and fears to die. Away, the sparrow flies. Measure the distance, measure the miles, but you can't measure tears nor smiles. Still I've seen both in your. Sun, but it joked on your headlights.
face he hadn't been, and no face he hadn't seen, while all I'd done was turn 19. He took me driving through the night, and I remember it just right. Told me you loved me, come on in late. Head your, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Time flies when you're out having fun, but head your, turn your headlights. Every story has its end. You've loved me as a friend, and as a lover, you took my hand. But me, I have loved you all my life, day and night from 9 to 5. And edge your, turn your headlights on. The road is dark, you don't know where you're coming from. Flies when you're out in your yard. Hey Joe, hey Joe. And when this day is done, oh, the light in your eyes will have left and gone. So before the day is done, your headlights, better be on.